Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik het Skyline palette van Max & More uittesten. Dit is een oogschaduwpalette wat een tijdje geleden verkocht werd bij de Action. Momenteel ligt hij er weer eventjes niet, maar ik heb ook wel de ervaring dat paletten soms weer terugkomen. Maar goed, ik vond het toch wel heel erg leuk om dit palette alsnog uit te testen. Dus we gaan dit palette even wat beter bekijken in deze video en uiteraard ga ik er een oogloop mee maken. Mocht je benieuwd zijn naar het palette en wat voor ooglook ik ermee ga maken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Dit is hem dan, het Skyline palette van Max & More. Ik vind het een heel mooi palette om te zien. Helemaal omdat je die mooie gebouwen op de achtergrond ziet in combinatie met die gouden tekst. Vind ik echt heel mooi. En ook de paarse kleur erbij vind ik wel heel mooi vormgegeven. Het palette is gemaakt van karton, maar het is altijd heel stevig karton. Ik heb voor dit palette €4,44 betaald. Deze paletten zijn altijd gesield. Ik heb de sealing al verbroken, maar die zijn dus normaal gesield. Ik heb hem er even omheen gelaten om het jullie te laten zien. En zo kun je in de winkel ook altijd even checken of zo'n palette dus ook helemaal heel is. Op de achterkant staat wat meer informatie over het palette vermeld en de ingrediëntenlijst. En je ziet ook een afbeelding van de kleuren met bijpassende namen. In de binnenkant van het palette zit een spiegel. En ik vind het heel erg mooi dat ook echt rondom die spiegel de skyline een beetje doorloopt. En dan zijn dit de kleuren. Ik ga er eventjes een paar opnemen om te swatchen. Ik heb zelf goede ervaringen met de palettes van de Action. Dus ik vind het ook super leuk om deze altijd uit te testen. Dit is de pigmentatie. Ik heb wat lichtere kleuren. Ik heb wat matte en shimmer kleuren. Oh. En ik vind het er wel heel mooi uitzien. Dus laten we maar gewoon eens een ooglook gaan maken met dit palette. Om te kijken hoe de kwaliteit op de ogen eruit ziet. Zo, ik heb jullie wat ingezoomd. Ik zit me heel erg te irriteren, want ik heb een lipgloss op en ik heb daar nu wat haartjes in zitten. En die krijg ik er op de een of andere manier niet uit. Ik ga het spiegeltje gebruiken wat in de paletten zit. En dan ga ik beginnen met dit kleurtje in de arcadeboog, het paarse kleurtje. Ik heb gekozen om een paarse ooglook te gaan maken. Ik hoop dat ik het allemaal een beetje goed zie, want het begint een beetje donker te worden hier. Die ga ik gewoon heel lichtjes aanbrengen. Eigenlijk als een soort van basiskleurtje. Zoals ik al zei, het wordt dus een beetje een paarse ooglook. Ik denk zelfs dat dit kleurtje wat te licht gaat zijn. Want ik zie hem zelf dus niet echt opkomen. Maar dat komt ook wel omdat het een beetje donker is. Het is een beetje opbouw. Zie ik hem wel licht opkomen, maar het is nog niet dat het van het scherm afspat, vind ik zelf. En daar hou ik persoonlijk wel weer heel erg van. Ja, dan vind ik het voor nu wel eventjes prima. Dan ga ik daar overheen met dit kleurtje. Dat is deze, deze paarse kleur. Die ga ik dan een beetje daar overheen aanbrengen, in de hoop dat we die iets beter gaan zien. En die zie ik inderdaad wel wat beter opkomen. Sorry voor het achtergrondgeluid. Net op het moment dat ik een video wil opnemen, zijn ze bezig om de straten schoon te vegen. Zul je altijd zien, hè? Dat kun je ook niet plannen bijna. Maar ja, goed, het is even wat het is. Dan heb je een hele leuke paarse kleur. Dat ga ik even met elkaar blenden. Ik heb nou ook de ramen openstaan, want het is nou voor het eerst weer echt afgekoeld, zeg maar, sinds dagen. En het is in huis niet te doen. Dus om het een beetje ook aangenaam voor mezelf te maken en voor mijn katten, heb ik dus even de ramen opengezet. Ramen, één raam. Ik heb maar één raam die open kan hier. Dan is dat klaar. Dan ga ik heel even op de achterkant spieken. Ja, die. Dan ga ik voor deze donkere kleur, dat is een hele donkerpaarse kleur, die ga ik in de buitenste ooghoek aanbrengen. Zoals ik al zei, ik ga dus voor een paarse look. Misschien is het te paars, dat kan natuurlijk ook. Ik dacht eens een keer wel leuk, een keer wat anders om echt met paars te werken.
Soms is het ook lastig om kleuren uit te kiezen als je er zoveel hebt, want er zitten echt wel wat kleuren in. Kan ik dat ook zien? Nee, zo eventjes niet. Daar zal ik later nog eventjes op terugkomen, want ik kan het nu eventjes niet bekijken hoeveel kleuren erin zitten. Ja, hij mag nog iets meer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie fan zijn van de oogschaduwpalettes van de Action. Deze is dan van Max & More, maar ze hebben natuurlijk meer merken. Ik moet zeggen, de laatste jaren ben ik er wel echt fan van geworden. Ik ga hem nu trouwens weer eventjes blenden. Omdat ik merk dat er echt heel veel verschil in zit met de jaren hiervoor. Toen de Action net... bestond, zeg maar, vond ik de oogschaduw is niet zo heel denderend, maar de laatste jaren zijn ze echt wel verbeterd. Dan vind ik dat er al mooi uitzien. Dan ga ik met deze paarse kleur ga ik op het bewegende ooglid. Even kijken, waar is mijn schone kwastje gebleven? Oh, die ligt gewoon heel slim van mij. Die is dan net wat lichter. Die vind ik er dan net wel mooi bij passen. Maar ik zeg er ook altijd heel eerlijk bij. Zo'n look is heel persoonlijk. Want wat ik heel mooi vind, hoef jij totaal niet mooi te vinden. Maar ik had hier wel zin in paars. Vandaag. Ik heb ook een andere ooglook gemaakt met de paletten. Daar heb ik een blogpost over geschreven. Die zal ik eventjes in de... beschrijving zetten. Ik moest even nadenken, hoe heet het ook alweer? Maar het was beschrijving. Zo, dan zit dat erop. En dan ga ik eventjes met dit lichte kleurtje, het is niet echt een highlight kleurtje, het is gewoon een licht basiskleurtje, ga ik eventjes aan de binnenkant van de ooghoekjes en op het wenkbrauwbod om het net iets op te lichten. Vind ik persoonlijk altijd wel mooi. Vind ik het wel het mooiste met een highlight kleurtje. Maar zoals ik zei, die zit hier niet echt in. Ja, dan kom je op groen uit. Nou, dat vind ik dan niet fantastisch of blauw. Maar dit kan ook prima. Het hoeft ook niet per se highlight te zijn hoor. Zo, dan ziet de ooglook er zo uit als die af is zonder wat extra's. Ik ga hem dus eventjes afmaken met mascara, oogpotlood en een eyeliner. En dan kom ik bij jullie terug om te laten zien hoe het er dan uitziet. Ooglook eventjes afgemaakt met de mascara, eyeliner en het oogpotlood. En dan ziet hij er zo uit. Ik heb net zelf ook even wat beter in de spiegel gekeken. En ik moet zeggen, ik vind het er echt wel heel leuk uitzien, dat paars. Dus ik ben er eigenlijk wel heel tevreden over. Dus ik ben heel blij met mijn paarse ooglook. Met het Skyline paletten van Max & More gemaakt dus. Nou, mijn eindconclusie van het Skyline oogschaduwpaletten van Max & More. Ik vind het uiteindelijk echt een heel erg mooi palet. Ik zou nog even noemen hoeveel kleuren erin zitten. 21 kleuren. En ik moet zeggen, je kunt best wel veel kanten op qua kleurencombinaties. Ik vind het altijd mooi om kleuren bij elkaar te matchen, zoals nu met paars. Maar je kunt gewoon zelf hiermee creatief aan de slag gaan wat je wilt. Ik vind de pigmentatie uiteindelijk toch wel mooi. Het eerste kleurtje zag niet heel goed opkomen, maar de rest van de kleuren die zie ik dan heel erg goed. Ik moet ook zeggen, het was voor mij een beetje lastig om te zien. Maar uiteindelijk ben ik echt super tevreden met de paarse ooglook die eruit is gekomen. Dus ik vind het echt weer een heel erg mooi palette. Het palette is ook vegan voor de mensen die het belangrijk vinden. Dus ik ben er eigenlijk wel heel erg tevreden over. Dus heel blij met het palette. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de ooglook vond die ik ermee gemaakt heb.
zou het een look zijn waar je zelf ook voor zou kiezen? Of denk je, ja, misschien is het gewoon veel te veel. Dat kan natuurlijk ook, want smaken zijn heel verschillend, zoals ik al eerder zei. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of jij dit palet misschien ook in je bezit hebt en of dat jij er ook zo enthousiast over bent. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik het in ieder geval een heel fijn palet vind. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!